vanuit het hart van Westerwolde. Dit is GNA Media Nieuws. Vanavond de 80's party hier in discotheek Schutstal. Hoeveel mensen verwachten jullie eigenlijk vanavond? Nou, wij verwachten tussen de 600 en 1000 mensen vanavond. Er zijn in de voorverkoop al meer dan 600 kaarten verkocht. Nou, de kassa's zijn gewoon open, dus dat wordt wel een knalfeest. Ja. Zijn er nog speciale bands die vanavond komen optreden? Ja, dat is dit jaar voor het eerst. Wij hadden, de eerste jaar deden we met de DJ's. Dat was hartstikke leuk. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En we zagen vorig jaar in de week de besten hier in de feesttent de Countdown 80's Band. En vonden we zo'n goede band. We dachten, dat is leuk om te doen als we de 80's Party doen. Om er ook eens een keer een band bij te doen. En Countdown 80's Band, een Drentse band. Zijn ongelooflijk in opmars. En het is de Nederlandse Rockset Tribute Band ook. Dus dat spelen ze vanavond ook. Ja. Dit keer de stichting Beat Betten. Waarom hebben jullie daar voor gekozen? Ja, we kregen in de aanloop hier naartoe, want zoals je misschien weet, ik ben ook, zit ook in de organisatie van de stichting Broerspop. En kregen in de aanloop, met name via sociale media, kregen we heel veel aanvragen van stichtingen en van vrijwilligers. Kunnen jullie iets voor ons doen? Nou, en daar kwam de stichting Beat Betten uit. Betten, dat is een stofwisselingsziekte bij kinderen. En Ruud Zuurman is daar een beetje de Groningse ambassadeur van. En die heeft ons zijn verhaal verteld. En we waren zo onder indruk dat we niet alleen voor vanavond dat doen, maar ons heel actiejaar gaat voor de stichting Beat Betten. En dat vond we een heel goed doel. Zo gezellig! You're just a fucking pain.
Dames en heren, zoals jullie weten hebben wij dit allemaal opgezet om jullie een leuke avond te bezorgen. Maar natuurlijk is er altijd een beetje serieus op de toon. En dit jaar heeft de Stichting Broerschap en natuurlijk de vrienden van de Schutstal bedacht. De Stichting Beats Battle. Wij hebben een gast-DJ vanavond. Weliswaar op een beeldscherm, maar we hebben hem wel. En hij heeft iets leuks voor ons ingesproken. Die kennen jullie allemaal. Kijk maar even daar. Met een schroef en niet ziet, dan inschrijft hem net iets te goed in je lichaam. En daardoor krijg je slimheid, epilepsie, uiteindelijk halve spieren in de plaats houden. Dus het is verschrikkelijk als een oude dag een kind in het gebed is. Daar kan heel wat aan doen. Want dit is eigenlijk een onderzoek van mijn bed aangedaan. En daarom zijn we hier vanavond om Schutstal Park te doen. Dus dat is een zwaar dat jullie hier van hebben. En jullie hebben een kaartje gekocht. Dat vindt van deze avond een volledig jaar de Stichting Bietbekker. Om ervoor te zorgen dat die vrouwen zich aan de dag gaan. Dat die kinderen ook een nieuw leven zoals ze in elkaar. Dankjewel. Dames en heren, Erik Versmaak! Ja. Wij hebben een spontane actie gehad. In de Wens Nieuwjaarsreceptie, waar al onze ondernemers 75 leden aanwezig waren. En daar hebben wij een boek kunnen kopen van Akil Raja. En Akil heeft van elk boek 10 euro gedoneerd. En wij hebben als ondernemersvereniging dit bedrag verdubbeld. Wij hebben hier een cheque voor jou van 440 euro. Geweldig, helemaal top. Geweldig. Draai mij even om. 440 euro, verkoop van het boek. Jullie hebben vast en zeker? Jullie hebben vast en zeker die melkbus wel zien staan. Daar moet even wat muntjes in. Want Eddy is van Paracet en Brendering. En die betaalt al die muntjes in geld terug aan de Stichting Beat Better. Dus als je nou vanavond ongelooflijk dronken bent en je hebt nog wat muntjes over, dan moeten die natuurlijk allemaal in die melkbus. Daarachter zie je één staan met de grote R. Paracet en Brendering. En op de gang staat er ook een Eddy. Vertel op. Nou, we hebben hier dus een check uitgeschreven voor de voorlopige tussenstand. Dat zit nu op het moment dat we momenteel op 666 euro. Tot 12 uur was het 666 euro, maar jullie moeten al die muntjes er nog bij gooien, hè? Zullen we voorstellen dat we tot 5000 euro gaan of willen we meer? Absoluut, jongens. Ja, dat gaat lukken, hè? Ik wil nog heel graag iedereen van de organisatie, Eddy, René, alle DJ's, iedereen die deze avond heeft meegeholpen. En jullie ook, iedereen die het geld heeft verzameld. Echt ontzettend bedankt. Dus graag een applausje voor iedereen die heeft meegeholpen. Ik zou nog graag iets toevoegen, wat ik zelf zo mooi aan deze avond vind. En dat gaat erom dat vrolijkheid en zware dingen in het leven, dat je die heel mooi kunt combineren. En dat is wat we vanavond ook zien, iets als een ziekte, iets dat zwaar is, maar toch kunnen combineren met een stukje vrolijkheid. En dat doe ik omdat het ook zo kenbaar is voor de ziekte van Betten. De kinderen die de ziekte van Betten hebben, die grijpen elke uur, elke minuut aan om te genieten van hun leven. Ondanks dat ze elke dag geconfronteerd worden met aftakeling van hun lichaam en van hun geest. En dat vind ik heel bijzonder, want ik denk, wij als mensen, maar ook ikzelf, kunnen daar ongelooflijk veel van leren. Want zo vind ik zelf ook dat de zware dingen in het leven soms de mooie dingen weg kunnen drukken. En dan denk ik altijd aan mijn dochter, die in 2010 op 16-jarige leeftijd is overleden. En dan hoor ik haar altijd zeggen, papa, kom op, geniet van het leven, geniet ervan. En dat is zo mooi in deze avond, dat we ook mogen genieten, dat we kunnen genieten. En daarom zou ik zeggen, let's dance. Iedereen ontzettend bedankt. Ruud Zuurman. Ruud, jij was erbij bij de uitreiking. Hoeveel is er nou in totaal gestort? Er is nu vanavond 1100 euro opgehaald. En dan, het is nu de einde van de avond en er worden alleen muntjes in de melkbus gestopt. Dus wat uiteindelijk het eindresultaat is, ik weet het nog niet.
Waar hoop je op zelf? Ja, zoveel mogelijk. Hè? Maar ja, wat mensen kunnen missen, dat is gewoon fijn. Maar ik ben sowieso wel dankbaar voor alles wat er gebeurt. Dus. Wat kan er nou met het geld worden gedaan, zeg maar, wat op dit moment gestort is? Nou, momenteel loopt er een nieuw onderzoek in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En daar zijn ze wel een aantal stappen in het zetten die op zich positief lijken. Er komt nu nog een tweede fase van onderzoek. En als blijkt dat dat ook goed aanslaat, ja, dan is er heel veel geld nodig. Echt, dan praat je over honderden duizenden euro's om die stap te zetten. Want dan moet je maar nagaan, die onderzoekers die moeten misschien wel 2-3 jaar onderzoek doen. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Thank you.